Ja, World Teachers Day, dat is de dag waarop je eigenlijk als leraar de tijd en de ruimte krijgt om goed na te gaan bij jezelf van, hey, wie ben ik? Toch, ik heb gekozen voor het beroep van leraar. Wel, wat maakt mijn beroep zo bijzonder? Ja, Stichting Teach Consciously is dus de stichting die een aantal workshops en trainingen verzorgt. Allemaal in het kader van het onderwijs, weet je, ontwikkeling, vorming van mensen, van kinderen. Maar zeker ook voor het bedrijfsleven. En vandaag is de dag waarbij wij eigenlijk met het team dus plannen uiteenzetten om te kijken hoe kunnen we de gemeenschap in een groter, bestand plaatsen. In die zin, hoe kun je een groter gemeenschap bereiken dan alleen maar met de diensten die je vandaag verleent. En specifiek uitgaande van de kracht van leren. Dat is onze specialiteit. We kunnen die leerkracht in het kind zeg maar ontwikkelen en bij mensen. Dus gaan we ook kijken van hoe kunnen we het leren, het zij ondernemers, het zij studenten, het zij leerlingen, hoe kunnen we dat blijven aanwakkeren en hoe kunnen we meer doen op dat gebied? Ja, nou, we zijn intern bezig, zeker om 21:00 PM. En dat is wat we dus gaan doen. En dan gaan we de ideeën met elkaar delen, maar ook succesverhalen. Want dat is wat je moet doen. Ook al zijn successen nog zo groot, nog zo klein, maar je moet successen met elkaar vieren. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Terugblikken, kijken, hoe voelen we ons? Weet je, zijn we tevreden en waar willen we met z'n allen naartoe? Ik wil de leraren blijven bemoedigen en zeggen, je doet een great job, toch? En dat is niet zomaar, dat is jouw gegeven, dat is jouw talent, dat is jouw missie hier op aarde. Maar wat ik zou willen zeggen is, kijk verder dan wat je eigenlijk nu ziet. Toch, want je bent leraar, maar je bent zoveel meer. Je bent er nu voor kinderen en je dient een groepje. Maar met die kennis en die kwaliteiten en die competentie die je bezit, kan je een grotere groep bereiken. Dus ga kijken naar wat je meer kan vanuit die rol van leraar. Een simpel voorbeeld, als jij ontdekt dat je heel goed bent in het coachen van kinderen, in het bemoedigen van kinderen, in het bemiddelen tussen ouders en kind qua conflicten, dan moet je misschien ook gaan denken aan de rol van coach, toch in een bredere perspectief plaatsen. Als je bijvoorbeeld ontdekt van, hé, ik kan heel goed organiseren, toch? Dan moet je gaan denken in termen van bijvoorbeeld ook een planner worden om een groter gemeenschap te dienen. Want die kennis die jij hebt als leraar en die kennis en die kwaliteiten en competenties die je elke dag eigenlijk aan het ontwikkelen bent, op de werkplek, door de uitdagingen, weet je, die dagelijks op je bord komen, daar zou je gewoon iets meer mee moeten doen. Gewoon om dat vlammetje dat in jou woont, om dat brandend te houden.